Naast de overheid vangen bedrijven de eerste financiële klappen op. Hoe groot zijn die? Nou, daar is nog zeer veel onzekerheid over, want we zitten nog midden in de crisis. Maar om toch een eerste grip op te krijgen, heeft het CPB een stresstest voor het Nederlandse MKB uitgevoerd. En daaruit blijkt dat rond 25% van alle bedrijven extra liquiditeit nodig hebben als de crisis 6 maanden duurt. Wat betekenen deze betalingsproblemen voor banken? Bankbalansen zullen verslechteren. Het bezit is al in waarde gedaald en daarnaast zullen de betalingsproblemen van bedrijven ook banken de problemen kunnen brengen. Maar banken staan er wel beter voor dan tijdens de vorige crisis. Ook de balansen van verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaar. Mede door de lage rente zijn verzekeraars en beleggingsfondsen op zoek gegaan naar meer rendement tegen hogere risico's. Dit search for yield gedrag heeft deze financiële instellingen kwetsbaarder gemaakt en kan tot grote verliezen leiden. En hoe zit het met de Nederlandse huishoudens? Huishoudens met weinig vermogen zijn hier zeer kwetsbaar. Dat zijn vooral ondernemers en flexwerkers. Een kwart van deze groep heeft minder dan 3000 euro vrij opneembaar spaartegoeden. Wat betekent dat allemaal voor de risico's in Europa? In de eurozone bestaat het risico dat er een nieuwe eurocrisis uitbreekt als de recessie langer aanhoudt. In een aantal lidstaten is de verwevenheid tussen banken en overheden nog steeds sterk en in Italië zelfs toegenomen. Dit levert problemen op als overheidsobligaties in waarde gaan dalen. Daarentegen zijn er wel stappen gezet om de risico's bij banken omlaag te brengen, maar op het gebied van risicodeling tussen Europese banken, bijvoorbeeld in de vorm van een Europees depositogarantiestelsel, is weinig veranderd.